super dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. De afgelopen tijd heb ik best wel wat fashion gerelateerde video's geplaatst en heel erg blij ermee op wat voor manier mijn garderobe is gegroeid, maar mijn kastruimte niet. Het is echt een enorme bende daar. Het hanggedeelte valt nog wel mee, gaan we ook wel beter organiseren. Wat hier gebeurt, ik weet het niet eens meer. Deze la met broeken. Chaos. Bij de schoenenplank gaat het ook niet helemaal lekker. Hier ligt wat kleding wat ik op moet bergen. En dan onder het bed heb ik ook nog twee lades die wel wat aandacht kunnen gebruiken. Mocht je trouwens dit soort opruimvideo's leuk vinden, ik heb laatst ook het hele huis opgeruimd en een video gemaakt waarin ik de hele keuken op ging ruimen, schoon ging maken en de koelkast Pinterest inspired ingedeeld. Dus die zal ik natuurlijk in de beschrijving linken. En dan gaan we nu mijn kast herfstproef proberen te maken. En het eerste wat ik wil gaan doen is gewoon alles van deze plank afplukken en uitzoeken wat hier allemaal tussen zit. Want dat is echt hetgene waar ik me het meest aan stoor. Hier is bijvoorbeeld, een huissok die er wel eens in moet. Maar ook een joggingbroek die eigenlijk, iets te klein valt bij mij. Het past wel, maar het zit niet dat ik denk, oh lekker, deze broek wil ik aantrekken voor in huis. Misschien dat mijn vriend er wat aan heeft, dus daar ga ik hem eventjes voor apart leggen. Ja, en verder gewoon nog wat dingen neergekwakt die ik dus een keer uit mijn kast heb getrokken. Niet aan heb gedaan. Zoals deze super fijne basic jeans van de H&M. Dus die moet ik gewoon maar eventjes opbergen in de broekela. Als er zo meteen weer plek voor is. Hier stapelen zich eigenlijk ook wel dingen op waar ik gewoon niet echt een plek voor heb. Zoals de capuchon van mijn trenchcoat. Maar ik denk dat ik deze nooit ga gebruiken. Dus die moet ik eigenlijk gewoon wegdoen. Maar echt zo'n random item. Dan een zakdoek die bij manchetknopen zat. Die ik heb gekocht. Hetzelfde voor die. Ik ga er eventjes een vuilniszak bij halen. Ik denk eentje voor troep. En eentje voor dingen die ik wil verkopen of doneren. Oké, de plank is zo goed als leeg op die kledingrollers na. En zo wil ik hem het liefst houden. Misschien nog overige tassen hier als het echt niet anders kan. Maar dit is eigenlijk de goal. En dit is echt mega handig dat ik hier zo twee vuilniszakken heb vastgemaakt. Dus eentje voor kleding wat weggaat. En dit voor verpakkingen en random troepjes. En wat we dan tot nu toe op het bed hebben verzameld is een gehaakte trui. Ik weet eventjes niet hoe ik die het best op kan bergen. Want ik wil die het liefst niet ophangen aan een klerenhanger. Broeken. Een echte zomeritem. Dus misschien dat ik die ergens anders dan in mijn kast op ga bergen. Tassen. En dus die ene joggingbroek. Wat ik nu ga doen is hier tussenuit halen wat er niet hoort te hangen. Of waar ik over twijfel. Of wat ik weg wil doen. En wat ik dus wel wil houden blijft als enige hangen. Ik denk dat het tijd is voor de echt zomerse items zoals dit jurkje om zo meteen lekker onder het bed opgeborgen te worden. En ik had eigenlijk ook altijd me gewoon chille kleding voor in huis onder het bed opgeborgen. Maar ik merkte dat ik het toch wel echt heel erg vaak draag en pak. Dit zijn natuurlijk t-shirtjes, maar ik heb ook gewoon heel veel lekkere dikke warme kleding voor in huis. En als ik dat in een la onder mijn bed doe, dan zit die echt super snel vol. Dus misschien, ik ga het eventjes aan de kant hangen en dan zo meteen kijken wat ik hiermee ga doen. Wat ik hier trouwens ook altijd heb, is dus alles een beetje op kleur gehangen. En dan per kleur heb ik eigenlijk mouwloze topjes vooraan naar dingen met mouw, naar dingen met een lange mouw, naar vestjes. Dus wel iets van een ordening nog per kleur. Maar daar gaan we straks ook eventjes naar kijken. Deze twijfel ik echt al heel vaak over of ik hem nou wil houden of weg moet doen. Maar als ik iets maximaal één keer per jaar draag, kan ik er volgens mij beter iemand anders blij mee maken. Deze jurk twijfel ik een beetje over. Het is een maxi jurk van Naked. Met echt super leuk wel die touwtjes zo geknoopt op de schouder. Maar die gaat sowieso eventjes bij de andere zomerjurkjes liggen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor dit. En het is natuurlijk helemaal niet dat ik dit echt niet nu in de herfst aan zou kunnen trekken of zo. Maar gewoon echt de kleur en het patroon en zo doet mij heel erg aan zomer denken. En mocht ik het toch willen pakken, dan kan ik er gewoon nog bij. Maar de kans dat ik het echt aan ga doen is gewoon best wel klein. In tegenstelling tot een lekkere trui. Maar goed, kijk, deze heeft dat dus een beetje. Als zo'n trui aan een hanger hangt, dat er zo'n knik in komt. Dus die ga ik eventjes bij die mooie beige trui leggen. Kijk, hier creëer ik echt al zoveel ruimte mee om die jurkjes er eventjes uit te halen. Maar deze, ondanks dat die echt wel wat bloter is, zie ik mezelf dan wel weer gewoon dragen met een blazer overheen, panty hierbij. Dus
Die laat ik lekker hier. Ik vind die echt zo mooi. Deze zwarte zip-up is in principe best wel een goede basic. Maar ik draag hem bijna niet. Dus die ga ik wegdoen. En dit zijn shirts die ik, waar ik dus over twijfel waar ik die op ga bergen. Maar trouwens mijn huisshirts en een soort dubbele rol ook de laatste maanden. Omdat ik dus ook mijn haar als ik het gewassen heb droog met zo'n t-shirt. Ik heb ook meteen echt superveel lege klerenhangers. Ligt ook wat kleding in de wasmand. Dus een deel daarvan gaat wel weer gevuld worden binnenkort. Dan de stapel met kleding die ik eventjes op moet bergen. Dus onder andere deze Chilla Basic trui. Deze hangt zelfs gewoon al aan de klerenhanger. Dan best wel wat huiskleding. En een blazer. Deze kan wel gewoon de kast in. Oh ja. Dat is ook nog wel een dingetje. Als je mij namelijk een beetje kent, weet je dat ik echt een blazerride ben. Maar waar zijn de blazers dan, vraag je af. Nou, deze helft van de kast hangen dus mijn spullen in. En de andere helft voor een deel pet zijn spullen, maar voor een deel ook mijn blazers. Dus laten we dit straks ook even nalopen. En wellicht dat dit gewoon weer terug kan in mijn helft. Zou ik wel zo aardig vinden. Nu ga ik dus verder met de broekala. En dit had ik eigenlijk altijd een beetje gesorteerd met hier een rij. Volgens mij Marie Kondo opgevouwen met jeans. Dan hier andere broeken en hier had ik shortjes. Hier liggen trouwens nog wat hemdjes in. En hier heb ik ook nog een bak met accessoires en mondkapjes en zo. Dus nou ja, vooral mijn broekenstash is best wel wat gegroeid. Dus ik ga even kijken of hier misschien dingen tussen zitten die weg kunnen. En er sowieso hopelijk iets van weten te maken dat het gewoon allemaal weer in deze la past. Hier zitten bijvoorbeeld ook wat shortjes tussen die ik in de zomer echt wel buiten de deur gewoon heb gedragen. Maar wat de komende maanden vooral binnenshuis gedragen zal worden. Dus daar ga ik even een stapeltje van maken. Ik heb een beetje ruimte gemaakt op het bed zodat het allemaal past. En ik heb er ook wat dingen tussen zitten die ik echt weer eventjes aan moet zien. Om te kijken of ik het nog lekker pas. Of er comfortabel in voel. En deze jeans ga ik bijvoorbeeld ook eventjes passen omdat ik erover twijfel. Dan heb ik hier een jeans van de Zara. Ook een twijfelgevalletje qua fit. En hier een mooie pantalon die ik in de kringloop heb gekocht. Wat onderdeel is van een zwart pak. Dus ik heb een bijbehorende zwarte blazer die in petzelf van de kast hangt. En hoe ik dingen opvouw is trouwens zodat ze rechtop zouden moeten kunnen staan in mijn kast. En zodat je dus makkelijk overzicht hebt. Maar ik ben wel benieuwd of jullie dus per seizoen een beetje de indeling van je kast veranderen. Of jullie bijvoorbeeld dingen op zolder leggen. Dat hebben wij natuurlijk niet. Of in een vacuümzak of gewoon ergens anders opbergen. Zoals ik nu dus met mijn zomerjurkjes weer uit mijn kast heb gehaald. Dat deed ik vroeger dus nooit. Waarschijnlijk was het toen ook niet echt nodig of zo. Maar dit is iets waarmee ik nog naar de kleermaker moet. Maar ik ga hem wel even passen om te kijken hoe die ook weer zit. Wat hebben we hier? Een heerlijk kringloopbroekje weer. Best wel veel zwarte broeken heb ik. Waar ik mijn accessoires ga doen, dat is ook altijd maar eventjes de vraag. Dus laten we dit even uitzoeken. Ik weet niet meer waar ik het allemaal moet doen. Maar ik heb dus twee beanies. Een zonnebril die ik wel vaak draag. Ja, mondkapjes. Ga ik toch nog maar eventjes bewaren. Misschien kunnen die collectie wel wat uitdunnen. Of niet. Er is binnenkort weer een persconferentie. En dan hebben we hier een brillencollectie. Deze had denk ik hier in een perspakketje of zo. Het is niet echt iets wat ik snel draag. Maar ik vind hem op zich best wel staan. Wat vinden jullie? Niet dat ik er echt veel doorheen zie. Want het is echt super stoffig. Ik denk dat ik hem voor nu even in mijn collectie hou. En dan mijn Ray-Ban. Waar ik zo lang voor gespaard had. Dit is gewoon een super goede basic. Oh ja, hier heb ik dus ook altijd knoopjes en zo in. Wat je wel als extra bij kleding krijgt. Die manchetknopen zitten erin. Twee koordjes voor aan mijn telefoon. En ik heb dus één riem. Dit is een beetje mijn in case of emergency riem. Mocht ik het echt een keer nodig hebben. Gewoon een basic zwarte met een zilveren gesp. Ik weet niet zo goed waar ik dit moet doen. Dus die hou ik even apart. Blijft echt altijd een ding. Ik bedenk me nu ineens, misschien kan ik gewoon een tas die ik in mijn kast zet, dat ik daar ook mijn winteraccessoires in doe. Dus mutsen, handschoenen eventueel, want dit is onze kapstok. En daar is ook niet echt ruimte voor. Of we hebben geen kastje voor dat soort dingen. Of een meubel. Ja, ik zou echt niet zo goed weten waar dat allemaal eventueel zou kunnen. Dus ik denk dat het gewoon toch ergens in de kast of bij de kast wordt.
Oké, twijfelbroek nummer 1 zit op het moment iets nauw aansluitender dan wat ik mooi vind. Maar broeken die ik heel veel draag beginnen steeds losser te zitten. Dus wellicht dat deze binnenkort wat meer valt zoals ik leuk vind. Maar ja, I like it. Precies hetzelfde geldt eigenlijk voor deze jeans van Zara. Het enige is dat hij ook een beetje kort valt. En dat heb ik niet zo heel erg snel bij broeken. Maar met laarzen eronder vind ik het eigenlijk helemaal niet zo erg. En ik vind het ook wel leuk als je bijvoorbeeld een sokje kan zien steken uit je sneakers. Dus deze hou ik ook nog eventjes. Dat stond ik raar. Deze zit juist echt weer compleet tegenovergesteld. Heel erg los. En hij is echt mega lang. Dus ik twijfel een beetje. Want ik kan hem natuurlijk wel afknippen aan de onderkant. Of laten innemen. Maar die gaten vallen ook zo laag. Dat ik het eigenlijk een beetje ongemakkelijk vind. Wat ook wel echt epic zou zijn. Is dat je deze natuurlijk zelf in kan korten voor bijvoorbeeld de zomer. Maar ik heb al een goede jeanshort. Dus deze gaat weg. Deze grijze pantalon is volgens mij een mannenbroek uit de kringloop. En deze moet dus ingenomen worden. Deze jeans van Naked kwam volgens mij wel een keer in een shopvlog voorbij. En deze moet echt qua lengte ingenomen worden. Dan zou je denken, verdrink je er dan niet nog steeds in? Maar ik heb hem al een keer omgeslagen. En dan valt hij echt meteen heel erg anders. En in mijn taille zit hij wel echt amazing. Die gaat op de stapel voor de kleermaker. Dit was de laatste broek om te passen. En deze zwarte jeans hou ik. Dus dan kunnen we nu alle broeken weer opbergen in de kast. Het begint echt alweer heel vroeg donker te worden. En dit is natuurlijk sowieso één donkere vlek. Maar hier dus, nou ja, toevallig heel veel donkere broeken. Hier jeans. En een zwarte jeans. En dan heb ik hier die twee broeken opgevouwen die ik in moet laten nemen. Hier dus een mandje met hemdjes. Hierbij heb ik mijn beanies gedaan. Eventjes aan gebrek aan een betere opbergplek. Ik ga ook straks even alles schoonmaken. En hier dan mijn shortjes achter. Oh, en hier zit trouwens lavendel in. Dus dat ruikt heel erg lekker. Accessoires en twee rokken. Dus, schoenen. Op zich verandert hier niet zoveel. Ik koop niet zo vaak nieuwe schoenen. En ik heb gewoon echt heel veel chille basics. Zoals mijn Dr. Martens. Welke wel nieuwer zijn. Zijn mijn loafers. Daar ben ik echt super blij mee. En dan deze prachtige laarzen zijn helaas echt een miskoop. Want toen ik ze net kocht, pasten ze net over mijn kuiten. Nu niet. En ik, ja, het is gewoon altijd zo'n gedoe. En dan nog past het allemaal maar net aan. Dus ik denk gewoon niet dat dit hem gaat worden. Dus dat is sad. Die ga ik weg doen. Dan hebben we hier nog deze sneakers. Ik krijg echt heel vaak vragen over. En ik vind ze zo heel erg leuk. Dit zijn Puma RSX. Officieel waren het mannen sneakers toen ik ze een paar jaar terug kocht. En ze hebben dus wel een beetje wat verder gekleurde achterkant. Vond ik toen helemaal cool. Nu niet meer zo. Maar ik heb dus heel veel lange broeken. Dus dat valt hier dan gewoon overheen. Dus chille zwart-witte sneakers. Zwarte All-Stars. Witte All-Stars draag ik wat minder vaak dan de zwarte. Maar die heb ik echt al jaren. Sportschoenen. Als ik het een keer gek doe. Met tot nu toe enige paar hakken 100 jaar geleden bij de Van Haren gekocht. Dan hebben we nog Air Force Ones. Ook echt heel basic. En een paar slippers. Een beetje voor buiten de deur. Niet meer in de allermooiste staat. Maar handig voor in de zomer. Hieronderin is het wel echt heel stuffig geworden. Dus dat ga ik eventjes afnemen. En dan ga ik gewoon alles eventjes weer netjes terugzetten. De voorste plank is dus wat lager. Dus hier moet echt, nou eigenlijk alleen met Dr. Martens dan op. En ik ga mijn meest gedragen schoenen hier zetten. En dan bij de bovenste de wat minder gedragen schoenen. De kast is trouwens van IKEA. De pakjeskast die je helemaal zelf kan samenstellen. Deuren kan kopen. Lades, planken. Dus ook een schoenenplank. Dat had ik nog niet gezegd. Maar ik denk dat veel van jullie dat ook wel wisten. Dit is het eindresultaat van de schoenenplank. En dan gaan we nu door naar la nummer 1. Er zit niet alleen chillkleding in de la. Ik heb hier ook wat sportkleding. Dus een Gymshark legging die ik heel fijn vind. Het enige echt sportstofje shirt wat ik heb. Sportshirt met zo'n stofje wat gewoon heel snel opdroogt. Dan heb ik nog dit leuke groene sportsetje van Chiquelle. Zit eigenlijk ook echt heel erg lekker. En is natuurlijk een leuk kleurtje. Gymshark Sport BH. Een biker short. Maar deze ga ik denk ik in mijn kast eventjes leggen bij de shortjes voor in huis. Want deze zit echt heel erg lekker. Ik ben echt nooit zo precies met dingen opvouwen en opruimen en zo. Dat zullen jullie vast wel gemerkt hebben. Maar sommige dingen zijn ook echt aan de ingewikkelde kant. Maar sport-BH van Gymshark. Wat hebben we hier? Een t-shirt eigenlijk voor in huis. Dus die moet daarbij. En dan nog één
sportlegging. Dat was denk ik een beetje de categorie sportkleding. Dat zijn voor mij ook echt meer dan genoeg items. Dit loungepakje wil ik natuurlijk houden van Naked met een broek en een hoodie. Vind ik heel erg fijn. Een groene trui die ik heel fijn vind, hou ik ook. Dan hebben we hier een zwarte sweater. Draag hem nooit echt. Die ga ik bij de zwarte joggingbroek leggen die ik in het begin van de video liet zien. Vraag of mijn vriend hem wil. Deze grijze sweater draag ik wel heel erg graag. Dan heb ik hier een roze vliestrui. En als laatst, wat is jullie ultieme comfort item? Dit is denk ik hetgene wat ik echt al het allerlangst heb. En dit is een hele versleten I Love Amsterdam toeristische hoodie. Dit is echt mijn comfort trui. Als ik me rot voel en ik doe deze aan, voel ik me meteen weer een stuk beter. Hij is gewoon chill. Hij zit heel lekker. Hij is lekker een beetje oversized. Ik ben nu op het punt dat ik zeg maar gewoon heel veel rommel om me heen zie. En denk, hoe gaan we dit nog fixen? Maar dat gaan we doen. Dat gaat echt wel even goed komen. Inmiddels ligt een deel van mijn huiskleding dus in de kast achter mij. En ik denk echt wel dat het een hele goede zet is geweest. Ik heb het nu 2 dagen eigenlijk zo aangekeken. Dus ik ga nu even verder met de kleding die hier lag uitzoeken. Dingetjes die in de was kunnen of loungekleding wat ik gewoon weer bij ga leggen in mijn kast. Dit is trouwens echt by far mijn lievelingsbroek voor in huis. En ook echt mijn meest gedragen broek. Die dus bij dat donkerblauwe setje van Naked hoort. Die is gewoon zo lekker warm en zacht. Oh. Misschien past mijn gehaakte kleding wel er gewoon bij in deze la. In deze la heb ik dan gewoon een mand met BH's, bralettes en zo. Een mand met onderkantjes, een mand met allemaal sokken. En daarachter ligt mijn sportkleding, mijn zwemkleding, mijn accessoires. Dus nu mutsen en zo. En nou ja. Dat was even de doorbraak in de 3 jaar dat ik hier woon. Ik vind het echt veel handiger. Ik had eigenlijk verwacht en ook wel een beetje gehoopt dat het wat lichter zou zijn weer vandaag. Maar het is echt super donker en aan het regenen. Maar ook wel weer knusjuis. Maar ik hoop gewoon dat jullie alles een beetje zien. Dit soort dingen nemen natuurlijk wel echt heel veel ruimte in. Ik ga gewoon even kijken hoe dit werkt. Ik zou natuurlijk een rij met broeken kunnen doen, een rij met tops. Maar ik wil mijn setjes op zich ook alweer bij elkaar. En ik weet gewoon wat hierin ligt. Het is overzichtelijk genoeg, denk ik zo. Ik ga gewoon eventjes aankijken de komende tijd of dit genoeg ruimte hiervoor is. En dan kan ik altijd toch nog wel weer uitwijken naar de plank hierboven. Maar in ieder geval voor nu vind ik dit echt heel erg chill. Ben er blij mee. Even kijken wat we met de zomerkleding gaan doen. Altijd een missie om die la weer een beetje tevoorschijn te toveren. Maar hier is dus echt nog heel erg veel ruimte in. Deze trui ga ik er weer uit tevoorschijn toveren. Even een wissel. En hier ligt ook best wel wat glitterkleding in. Dus nou ja, dat zal ook niet meer heel lang duren voordat we dat tevoorschijn gaan toveren. Maar voor nu laat ik dat er nog even in zitten. En gaan we even dit allemaal lekker proberen op te vouwen en op te bergen in deze la. Dit is wat er nu allemaal aan deze la zit. En op zich zou het dus ook wel logisch zijn om die andere accessoires hierin te leggen. Zoals die zonnebrillen en mondkapjes en zo. Maar deze la komt dus echt hier heel moeilijk uit te schuiven. Ik moet ook altijd die andere la eruit halen. Mocht ik echt goed in deze la willen kunnen kijken. Dus ja, daar wil ik gewoon wat makkelijker bij kunnen. Dus die doe ik hier niet bij. Maar dus echt zomerjurkjes, glitter items, andere lange jurken. Deze 2 laders ga ik weer even onder het bed toveren. En mijn gehaakte items passen op zich hier wel bij. Maar ik heb deze t-shirts nog hangen. Ga ik die dan tussen mijn normale kleding hangen? Kan het beter in die la en mijn gehaakte kleding erbovenop? Het is natuurlijk ook niet alsof het allemaal super veel uitmaakt. Maar ik wil het wel gewoon eventjes nu weer goed doen. Nu we toch bezig zijn. En ik denk toch dat ik deze items dan beter hierbovenop kan leggen. Maar ik denk wel even op een andere manier vouwen dan. Het is niet handig. Okay, dus ik vouw een t-shirt in principe door de helft. Dan vouw ik die mouw naar binnen. Andere helft eroverheen. Dit zo. En dan dubbel. Dubbel. En dit neemt wel er echt heel weinig ruimte in juist. Oké, nou hier is in ieder geval genoeg ruimte voor allemaal andere dingen als die weer uit de was komen. Oké, dan is het nu tijd om even wat lege klerenhangers in te wisselen. Voor wat blazers. Laat ik wel ook even dubbel checken of ik ze allemaal wil houden.
En laat ik ze dan meteen ook even tellen. Mijn donkerbruine hou ik. Dat is nummer 1. Deze, ook heel mooi uit de kringloop, is nummer 2. Nepleren van Naked, nummer 3. Deze moet ik even een keertje gaan stomen en kijken hoe die dan valt. Maar oversized, beetje donkergrijze, is nummer 4. Ik heb heel veel blazers die ik over elke outfit bijna aan kan gooien. Dit is gewoon eentje die ik wat minder vaak pak, omdat die gewoon wat drukker is. Maar die heb ik bij ASOS gekocht en is van Bershka. Deze laatste van de kringloop, wat dus onderdeel is van het pak, is nummer 6. We hebben nog een zwarte fitted blazer. We hebben een donkerblauwe. Die draag ik eigenlijk nooit. Hetzelfde geldt voor deze. Maar dit is echt zo'n wat dikkere stof. Warmer. En dit is gewoon... Meid, je kan me echt... Ik weet niks van stoffen. Maar twee donkerblauwe blazers. Maar echt een heel ander materiaal. Deze is double-breasted. Deze niet... Ja, moet ik echt eventjes gewoon mee aanproberen wat voor outfits ik hier mee kan maken. Deze van Monica Geus in samenwerking met Naked pak ik er ook niet zo heel snel bij. Maar vind ik ook wel leuk. Een leuke grijze die ik recent heb gekocht. Dus wat ik nu terug heb gehangen in mijn kast zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blazers. En twee donkerblauwe waarover ik een beetje twijfel. Die ga ik er ook eventjes bij hangen. Ja, heel eerlijk, ik had niet door dat de collectie inmiddels zo groot was geworden. Dus het neemt wel bijna de helft van het hanggedeelte in. Maar ja, ik laat het gewoon eventjes bij mij hangen. Ik vind het ook zo lullig als het bij bed in zijn kast hangt. Ook al stel je het zelf voor. Dus voor nu, dit is het hanggedeelte. Hier liggen 4 items opgestapeld. Mijn broeken en mijn shortjes, mijn rokken. Dan hebben we hier dus, grootste verandering denk ik, loungekleding. Heel erg blij mee. Schoentjes staan hier netjes onder. Nou, deze twee lades hebben jullie natuurlijk gezien. Ik had het idee dat het heel snel ging vandaag. Maar er is weer orde in de chaos. Ik heb best wel een zak dus met dingen die ik weg ga doen. En ik hoor graag wat jullie een fijne manier vinden. Ik wil sowieso een deel naar de kringloop brengen. Maar misschien dat jullie het fijn vinden als ik het via Instagram ga verkopen. Of via een andere weg. Via bijvoorbeeld Vinted. Let me know. Die bovenste plank was natuurlijk echt chaos. En eigenlijk ook wel chill dat ik hem nu aan het benutten ben. Ik vind het altijd lekker rustig ogen als er niks op ligt. Maar een kast is er als kleding opberger. Dus prima zo. En laat me vooral weten of jij dus ook per seizoen een beetje de indeling van je kast wisselt. Mocht je dit soort video's leuk vinden, kan je abonneren op mijn kanaal. Aankomende dinsdag komt er weer een weekvlog online. Op vrijdag komt er een sushi mukbang samen met Emmee online. Dan wil ik je nog heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik je snel terug bij de volgende video. Doei doei!